Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuytend, op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. Mark Tegelaar studeerde neuropsychologie en is schrijver. Zijn nieuwe boek Focus aan uit is net uit en daar verdiept hij zich dus in. Het thema Focus, een boeiend thema, helemaal vandaag in de wereld van versplinterde aandacht met mobiele telefoons en internet. Mark geeft Focus een praktische lading. Hij geeft helder advies om jouw leven meer waarde te geven, productiever te zijn en meer tijd over te houden voor wat je echt wilt bereiken. Ik zou zeggen, luister naar en leer van Mark Tichelaar. Mark Tichelaar, we gaan het hebben over, nou maar één ding. Ik heb hier een boek voor me liggen en er staat heel groot op. Focus. Yes. Dat is jouw specialiteit. Je hebt neuropsychologie gestudeerd. Ja. Dus jij kan me alles vertellen over en onze luisteraars over de hersenen en, uh, en aandacht met name denk ik ook hè, als yes. we het hebben over aandacht. Nou ja, ik ben ook veel bezig met focus, als, als het <laughs> alleen al gaat om, uh, om First Energy, Gum, mijn eigen ja, bedrijf, maar natuurlijk ook met sport, waar ik veel mee te maken heb gehad. Ik vind het heel interessant, gaan we het over hebben. Uh, ten eerste, waarom is uh, grijpt dit onderwerp jou zo aan? Waarom heb je er zelfs een boek over geschreven? Nou, ik ben zelf redelijk zwaar dyslectisch. Ik was de traagste van de klas. Ik was super langzaam. Mijn aandacht was overal nergens, maar niet in mijn boeken. Maar ik wilde heel graag. Ik wilde heel graag studeren. Ik vind persoonlijke ontwikkeling vind ik te gek. Ik wilde er boeken over lezen. Ik wilde neuropsychologie studeren. Maar ik had al moeite met de krant. Dus dat ja. was echt gewoon een mismatch van ja, shit, jongen. Ik wil, maar het lukt niet. Echt frustratie, pure frustratie. En twee weken na mijn eindexamen werd duidelijk dat ik redelijk zwaar dyslectisch ben. Jee, na je eindexamen. Dat verklaarde dan hoop, maar het, ja, het veranderde echt helemaal niks. En toen dacht ik, ja, maar dan ga ik het zelf doen. Ik wil, dus dan ga ik. En toen ging voor mij de knop om... ik ga je alles over weten wat er maar te weten valt. Dus ik begon boeken te lezen. Nou, dat ging mega traag. Maar boekje bij boekje, zeg ik al, het ging een stukje sneller. En uiteindelijk daar een eigen methodiek in ontwikkeld. En wat ik heb gemerkt... en ik hou me nu 15 jaar bezig met dit onderwerp. Dit is mijn focus. Het enige wat ik doe is... hoe haal je meer uit je hersenen? Dat is de primaire vraag. Het kernwoord is echt focus. Snel lezen, top, is leuk. Time management, moi, is oké. Okay. Uh, mind mappen... Prima. Maar het echte kern van het hele verhaal is... als je meer, meer wilt presteren, is beter je focus onder controle krijgen. Maar hoe zat dat voor jou uh, op school? Ha, um, ja, dyslexie, dat lijkt me, dat lijkt me hartstikke lastig. Um, waar, waar worstel je mee, dan mee? Dat je, dat je later het idee had van... Hey, dit uh, hier zit het in, die aha-erlevenis. Had je, had je geen focus? Of ja, één is een meerdere dingen. Dyslexie is een breed begrip, maar mm. ik las gewoon letterlijk heel erg traag. Ja. Ik las vaak woorden niet die er, die er wel stonden. Of ik las woorden, ging woorden bedenken die er niet stonden. <laughs> uh, en ik kwam met hele andere teksten dan uiteindelijk terug. Uh, maar als ik heel gek. Maar als ik, toen ik mijn focus onder de knie begon te krijgen. Een van de dingen, wat ook van een van de concentratielekken is. Als je hersenen te weinig worden geprikkeld, gaan ja. af te afdwalen. Dus je moet je hersenen uitdagen. Dat is eigenlijk een van de dingen. Dat begon dus jij las eigenlijk zo traag dat je eigenlijk exact. tijdens het lezen dacht van uh, Oh, Doki. leuk vogeltje. Ja. En dat heeft iedereen wel eens. Dat heb je het zelf mm -hmm. waarschijnlijk zelf ook eens. Aan het einde van de pagina bedenk je, ik ja. moet die nu nog even bellen. Dat dan nog even ja. doen. Dan heb je geen ja. idee wat je net hebt gelezen. Ja, ik ben wel extreem figuur. <laughs> denk ik. ik lees altijd heel graag heel snel. Ik, ja, ik scan meer dan dat ik echt lees. Dat maar. hoor je heel vaak. Ja. En, dat, en dat kan ook. Uh, maar stel dat je echt een contract moet lezen, bijvoorbeeld voor je werk, voor ja. een samenwerking, dat moet je gewoon ja. lezen. Hoe doe je dat dan? En toen voor mijn, voor mijn studie, ik moest gewoon mijn punten halen, hoe, mijn toetsen halen. Hoe doe je dat dan? En daar, daar worstelde ik heel erg mee. En gek genoeg merkte ik, als ik net iets sneller ging lezen, ging het makkelijker. En dat is heel counterintuitive als het ware, want ik ben dyslectisch. Dan moet je toch extra langzaam lezen. Mm -hmm. Dat is een misverstand. Überhaupt voor mensen geldt, als je net in fracties sneller leest, prik je jezelf meer, wordt het gek genoeg makkelijker door. Oh grappig, onthoud je dan ook beter? Ja, absoluut. En dat komt, heeft te maken met de snelheid waarop je hersenen denken. Die denken gemiddeld op zo'n 1400 woorden per minuut. Maar gemiddelde leestaak is zo, gemiddeld lezen we op 200 woorden per minuut. Hm. Dat had in de tijdens lezen onwijs veel ruimte over hebt om andere dingen te denken. Oh, ik moet die nog even bellen. Oh, ik moet dat nog even doen. En dan raak je afgedwaald. Waarom doen we dat? Waarom lezen we niet sneller? Dat is een soort, uh, dat heeft uh, heel erg te maken hoe wij geleerd hebben te lezen. Het is heel erg uh, 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 auditief. Dus je moest eerst hard oplezen. Aap, noot, mis, k at. Mm -hmm. En dan maak je het lezen heel erg een Want Onze spreektempo is ongeveer gelimiteerd aan 135 woorden per minuut. Dus we lezen van nature langzamer. Je kan iets sneller lezen, maar we lezen langzamer dan onze denksnelheid. En als je leert hoe je meer op je denksnelheid kunt lezen, dat het ja. een beetje vaag. Maar dan kun je, mak kun je sneller lezen. En dan mm -hmm. gaat het dus gek genoeg makkelijker voor je hersenen. Dat klinkt top. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Het begint heel simpel bij de basics. Elke keer als je merkt dat je afdwaalt, beweeg je ogen een fractie sneller over de regels. That's it. Je hoeft niet diagonaal te lezen, je hoeft niet anders te lezen, je hoeft niet hocus pocus te lezen. Simpelweg prikkel je hersenen door je ogen wat sneller te bewegen. Dat is stap 1. Als je dat kan, dan heb je het focus element al heel gauw onder de knie op dat aspect. Met praten geldt hetzelfde. Als jij een lezing zou gaan geven. Ik, nou, ik zeg laatst natuurlijk het podium. Ja. Stel dat iemand een lezing zou geven. En die praat op dit tempo. Dan haak je af. Jij praat sneller. Ik praat ook sneller. Maar het voordeel daarvan ook is. Dat het voor de luisteraar gek genoeg prettiger is. Om naar te luisteren. Ja. Je moet niet te snel praten. Want dat is niet fijn. Maar als iemand er al langzaam praat. Bel je ook af. Ja. Ja, dus het zo... gaat met spreken met mij altijd onder. Ik heb heel erg moeten leren ook om rust te laten vallen. Ik ben ook een snelle ja. spreker. Ja. Ik ga bam, informatie in, Maar ik heb heel erg... Ja, door ervaring, ja, ja precies, ervaring. heel erg laten stiltes laten vallen. Ja, maar als je je, je je normale spreektempo op een lager tempo zou te doen, ja. dat zou niet fijn zijn. Nee. Want dan haal je de flow eruit. Mm -hmm. Focus en flow zijn bijna hetzelfde. Mm -hmm. En je komt in een bepaalde flow door een bepaald tempo. Als iemand gaat tennis op een heel traag tempo, ja, dan is het vrij gauw heel saai. Ja, dus eigenlijk zeg je als je gaat lezen, hou gewoon een hoger tempo aan. Probeer eigenlijk, ja. eigenlijk al struikelend bijna te lezen. Net daarvoor. Net, net daarvoor. Dus het, het criterium is hoe snel moet ik dan lezen? Dat is heel makkelijk. Zorg, eigenlijk het enige criterium is: begrijp ik de tekst? Ja. Is dat niet het geval omdat je afdwaalt, lees te langzaam. Begrijp je het inhoudelijk niet omdat je het gewoon niet snapt, dan ga je ja. te snel. Ja, ja ik, heb denk, ik denk, ik, ik, ik lees veel. Ik lees ook graag trouwens, Leuk. maar s'avonds ook, uh, voordat, ik, uh, voordat ik naar bed ga, meestal. Maar ik lees... Ik probeer echt altijd snel te lezen. Ook om... Ik ben vrij ongedurend van aard. Of heel nieuwsgierig. Dat ik wil weten wat gaat gebeuren. <laughs> ja, check. Dus ik lees niet... Ik lees ook niet eigenlijk... Ik lees geen romans voor... Oh, een nee, Ik nee. wil... Dof, 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 informatie, informatie, Kenis. informatie. Ja, ja, ik heb het precies hetzelfde. Um, gewoon een... een, een spoor, Precies. Ja, ja. Um, maar ja, ik heb... <laughs> ik, ik ga ook vaak niet van begin tot eind... meteen door een boek heen. Ik, ik haak soms ook wel ergens in. Um, maar wat bij mij uh, het, het ding is... Ik, ik denk wel dat je, ja, eigenlijk wat jij zegt is dus, dat is eigenlijk best wel goed. Ook om het te onthouden. Ik heb wel eens het idee van ja, onthouden allemaal wel. Of, of zou ik beter iets rustiger kunnen lezen en meer de tijd kunnen nemen? Ja, dat kan. Ik weet niet hoe je leest, dus het ja. zou kunnen hoor. Dat laatst ook kunnen. Uh, in mijn ogen is het ander punt. Is, uh, lezen en onthouden zijn twee aparte gebieden in je hersenen. Even mm -hmm. Heel plat uitgelegd. Uh, lezen, begrijpen doe je aan de voorkant, onthouden doe je aan de achterkant. Even mm -hmm. simplistisch. Als je die dingen probeert te combineren, wat heel veel mensen die neigingen hebben van tijdens het lezen, wil ik ook gelijk onthouden wat ik lees. Ja. Wat logisch klinkt. Ja. Ben je gek genoeg aan het task switchen? Eigenlijk ben je steeds een keer aan het lezen. Moet ik even onthouden, onthouden, onthouden. Ik ga weer verder lezen. Onthouden, onthouden. Dat is eigenlijk hetzelfde als rennen, stilstaan, rennen, stilstaan, rennen, stilstaan. Dat is heel onpraktisch voor je hoofd. Wat veel effectiever werkt en nog meer tijd gaat besparen, is als je tijdens het lezen je puur en alleen richt op het begrijpen. Begrijp ik inhoudelijk wat er staat? Nou, dan ja. kan je vrij snel checken. Mm -hmm. En pas in een tweede ronde, dus eigenlijk dat je door de tweede keer door de tekst in gaat, dan er pas gaat stampen of mm. onthouden. Of hoe je het ook onthoudt. Hoe je het onthoudt is nu van de techniek die je gebruikt is minder van toepassing, maar maakt niet zoveel uit. En gek genoeg is de stelling, als je het twee keer op die manier doet, dus één keer lezen, één keer onthouden, dan ben je minder tijd kwijt dan, probeer, dan wanneer je het probeert te combineren. Oké, okay, dus je kan er beter even doorheen vliegen en daarna nog een keer stampen. Stamp, ja. En welke techniek je daarvoor gebruikt. Dat boeit niet zoveel. Wanneer je iets onthoudt, is veel ja. belangrijker dan hoe je iets onthoudt. Oké, okay. dat is goed om te weten. Komen we zo denk ik nog wel op terug als het gaat om methodes. Um, maar focus in jouw leven. jij ging studeren. Ja. Uh, hoezo dacht je? Hier ga ik mijn levenswerk aan wijden, heb je deels uitgelegd met, met dyslexie. Maar... Ja. ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje uh, organisch ontstaan. Uh, doordat ik uh, door die technieken gewoon heel lekker gingen, uh, Niet om op te scheppen, maar even leuk te vertellen. Voor, voor een neuropsychologie is dat 40 uur per week. Ik kon het nu doen in acht uur per week. En toen zeiden mijn medestudenten, ja fuck, ik ben niet de is, maar dit wil ik ook. En zo zijn in de kroeg gewoon de eerste, uh, tijdens een biertje gewoon, nou oké, dit doen, ik. En toen zijn een beetje de eerste trainingen ontstaan. En toen is dat steeds groter geworden. naar. Maar voor mijn begrip, uh, lesmateriaal waar 40 uur voor staat, ja. dat nam jij toe je in, acht, dat, in, ja. in acht uur? ja. Oh, dat is al heel interessant, ja. Nee, Vertel is... uh, wat jij in die kroeg <laughs> vertelde. Want uh, dit A willen meer bij. mensen weten, denk ik. Je kon het ook nog reproduceren. Ja, ja check, nee, check. En dat is onder andere ja. waar we net over hadden. Eén is, is een minder element. Maar uh, het kern van de methodiek is dat er zijn vier concentratielekkers. Dus Als je wil, kunnen we daar zo uh, doorheen. Ja. Maar één van die dingen is dus gek genoeg als je wat sneller gaat. Dat klinkt dus heel tegenstrijdig. Maar dan neem je het dus beter op. En natuurlijk zit daar een limiet aan of een tipping point. Dat mag duidelijk zijn. Als je een fractie stellen gaat, dan prik je hersenen meer. En dat vinden je hersenen prettiger. Ik deed vroeger op VWO. Las ik eerst snel door een artikel heen. En daarna ging ik het echt leren. Dit is dat precies is precies dus, het punt. Dit is de dus spot-on. Dat, dat is een goede methode. Dus, ja, is, uh, de Mensen die van nature. Uh, de aanname die ik doe is dat leren je af, uh, makkelijk afgaat. Want mm. Mensen die van nature ja. dit doen, uh, die, uh, die zijn van nature maken. Of leuk dat ik het anders zeggen. Mensen die van uh, die slim zijn, doen van nature heel vaak dit soort dingen. Ja. En maar je, ook al ben je niet slim bij wijze van spreken, kan je wel dezelfde technieken doen. En dan krijg je dus dezelfde ja. resultaten. Ja, ik dat had het, het grappig met mijn jongere broertje over. Die, die, die haalde nog veel makkelijker goede cijfers dan, uh, dan ik per se deed. Ik, ik was niet slecht, ook niet uitmuntend. Hij was echt uitmuntend. Dus ja, ik, had ik het ook altijd over die techniekjes met hem over. Die paste hij dan weer toe en verbeterde ze waarschijnlijk. Daar waren we ook al thuis met. Dat, is wel de, dat vind ik ook mooi, daarom ook aan focus. En nu ook, wat ik in mijn werk doe, ik heb een heel druk bestaan. Ik. Ik heb een eigen bedrijven, zitten hier bij First Energy Gum op ons kantoor. Boven is het altijd uh, het altijd rumoerig. Er Gebeurt veel. Goede muziek. Goeie muziek. Uh, goeie muziek. Ja, we hadden <laughs> net Abba verschrikkelijk. Geen maar meer Ramstein. Dat, <laughs> dat spreek je ook meer ja, aan. Absoluut. Dat is wel weer een ander extreem. Maar um, het is. Ik heb ook prestaties die ik door het land geef. Af en toe radio, tv werk zijn heel veel verschillende elementen. Een bal in de lucht. Die ik. Uh, met ik ben ook nog vader. Ja. Uh, ik heb ook nog een vrouw waar ik uh, af en toe uh, mee uit wil. Dat uh, zijn wel verschillende ballen die je in de lucht ja. moet houden inderdaad. Trek. Um, dus vandaar vind ik het heel ik, efficiëntie, dingen gedaan krijgen, doelen ja. halen. Dat zit ook ja. heel erg aan mij. Ik, ik ben heel erg nieuwsgierig ja. hoe kun je dat zo goed mogelijk met elkaar verweven ja. zonder dat het kwaliteit, een het kwaliteit in te boeten. Nee, dat is een heel erg punt. Uh, dus de eerste tip heb je al gegeven. Eigenlijk. Ja, check. Ja, check. We zijn, laten we doorgaan naar de tweede concentratielek. Like, ja. Dan hebben we het gewoon gelijk systematisch. Dat is misschien makkelijk zo ja. om te, te luisteren en te horen en toe te passen als je het ze willen. Tweede concentratieslek zijn interne afleiders. En interne afleiders zijn je, is je eigen hoofd. We geven heel vaak ons telefoon, e-mail, collega's de schuld voor ons gebrek aan concentratie. Natuurlijk heeft dat wel een invloed. Maar ons eigen hoofd is een veel grotere afleider. Uh, afleiders zijn bijvoorbeeld: oh shit, ik moet straks nog even pak melk halen. Mm -hmm. uh, of ook oh, moet straks nog even die en die bellen. Mag niet vergeten, niet vergeten. Of een nieuw idee wat je krijgt voor de business of voor wat dan ook. Die dingen kunnen als een loopje terug blijven komen. En misschien ken je dat zelf ja. ook. Een soort boemerang. Die te Nee, die nee ik heb dat heel erg, ja, dit. ja. Dat is je creativiteit. En ook de valkuil daarmee. Want dat blijft loopen. En dat is wat energie kost. Je denkt misschien aan David Allen. Getting things done. Ja. Hij heeft een prachtige zin. Your mind is for having and first, not holding them. Het moment dat je dingen uit je hoofd haalt. En dat kan op verschillende manieren. Heb je een lege hoofd, heb je een rustige hoofd. Stress ontstaat niet door werkdruk of hoeveel ballen je in de lucht houdt. Stress ontstaat hoeveel ballen er in je hoofd zitten. En Is hoe... dat ook, als je het hebt over, de, hè, dat, ik spreek veel mensen in het bedrijfsleven, met jongeren ook, die, die al onder burn-outs lijden. Ja. Dus vroeger dacht, hoe kan het überhaupt? Ja. Halverwege de twintig, is, is dat ook daar een onderdeel van? Absoluut. Ik ben geen burn-out specialist, laat ik dat even heel duidelijk erbij mm -hmm. zeggen. Uh, maar we hebben hier wel heel veel ervaring in. Uh, wederom, stress ontstaat niet door de hoeveelheid... Prikkels of hoeveel, uh, nou zeg ik niet, ja, hoeveel het prikkels, maar met name niet hoeveel taken je hebt, of hoeveel projecten je hebt lopen. Het is met name hoeveel er nog in je hoofd blijft lopen hm. Nog een ander component, komen we bij de derde concentratie lekker op terug, is hoeveel, hoe goed kun je jezelf weer opladen. Dat is denk ik het tweede component wat ermee speelt. Maar als je die twee goed onder controle hebt, dan kan de wereld op je afkomen, ja. maar dan kan je het aan, dan ben je ja. weerbaar, dan ben je sterk, dan ben je krachtig, dan ben je mentaal weerbaar. Dus eigenlijk moet je je hoofd leeg. Continu. En maar dat, als er heel veel in zit, hè, nee. met bedrijven, met presentaties, met tv-werk, met pre voorbereidingen. Juist dan. Je Hoe bent, doe je dat? Nou, een voorbeeld, als we, we hebben mensen in een, in een testje, we mensen een IQ-test laten doen. En bij de ene groep zeiden we, nou jongens, IQ-test, uh, succes, maak wat moois van, uh, nou, zien straks. Bij de andere groep zeiden ja jongens, uh, zo direct IQ-test. Maar als je dat aan doet, doen bent, wil je het dan na in het bakje inleveren, in een bakje 4A... Bij en Zeg even tegen Sjouwvlie dat hij het aan Claire moet geven. Want die moet het dan weer doorgeven naar meneer Bakker. Niet vergeten. Heel veel succes. Tot ziens. Tien punten lager op je IQ-test. Kleine taakjes kosten energie. En dat, dat verlaagt letterlijk je IQ. Hm. Uh, of tenminste, je kunt minder gebruik maken van je IQ. Ik vind ook focus is het nieuwe IQ. Als je focus echt onder controle hebt, dan kan je veel meer gebruik maken van je hoofd. Maar hoe kun je dat... Um... Weet je, wij hebben hier op kantoor hebben een aantal tools. Ik ben heel druk vaak met online marketing, met ons online team. we gebruiken Slack. Ja. natuurlijk ook WhatsApp tussendoor. We hebben Asana als een planningstoel. Dat is mooi. Op een gegeven moment heb je drie, vier tools. Heb je allemaal en e-mail? Heb je een e-mail ook nog? Die telefoon. Je hebt zoveel. En het is handig omdat je dingen parkeert in allerlei systemen. Als je meerdere dingen, voorbeeld. Om het uitle... Als je meerdere systemen hebt, zeker voor taken en projecten, dat is een, dat is een uitdaging. Een hele suffe meet Stel, je hebt een agenda op je computer. En je hebt een agenda op je telefoon, die niet met elkaar synchroniseren. Ja. En je hebt een papieren agenda. Word ja, is... je gek? Ja, dat Als je dan vraagt, kan je volgende week woensdag een kop koffie doen? Ja, uh, moet je alles gaan checken. Nou, het is grappig wat je zegt. Ik heb, toen ik stopte met schaatsen, vijf, zes jaar geleden, moest ik dit dus echt leren. Ja, ik, ik had gewoon een stop schema. Ja. Dat was mijn agenda. Ja, dat was mijn heilig. leidraad. Punt. Alles wat daar niet in paste. Nee, ja. nee, nee ja. sterker nog, een afspraak. Als iemand belde, ja, dan schreef ik het misschien ergens op. Ja. Of in een trainingsscherm. En dat kon ik nog wel onthouden, dat ja. ene ding. Maar voor de rest, training, 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 ja. training. Um, en dan kom je erachter dat je, als je in het gewone leven komt. dat dat dus een ja. dikke skill is of een asset ja. is. Ja. Hoe bewaak je je tijd? Bewaak je je ja. afspraken? Richt je ja, je tijd? Ik vind dat super boeien, inderdaad, met je verleden na het, en versus dan nu. Dat is echt een, letterlijk echt een wereld van verschil. Ja. Uh, maar dat zien we overal. Dus daarin, in die zin dat wat jij hebt, dat hebben heel veel mensen. Je hebt op heel veel verschillende plekken in een e-maillijst nog wat taken. Ze hebben nog notities in hun telefoon, zijn wat taken, in de agenda staan wat taken. Ze hebben nog een papieren to-do-lijstje. En dan verlies je heel goud overzicht. Want ik heb dat Getting Things done ook gelezen uh, van Ellen. En ik, ik, de time management technieken, die, die ken ik ook wel hier en daar. Maar ik. Uh, het is wat log. Het is wat groot. Ja, ik, ik vraag me altijd af of wij. Ja, misschien ben ik dat ook wel hoor. Echt zo gestructureerd ja. alles bij kunnen houden en kunnen doen. Nee, dat, dat is ook niet te doen. Ik denk dat het in mijn ogen, hoe simpeler hoe beter. Ik ja. geloof heel erg in super. Als je het als het moeilijk is en je bent druk, is het eerste wat je overboord gooit is het systeem. Precies. Dus je moet het. Je moet overlevingsmodus uh, systemen hebben die dus echt heel erg bezig zijn. Wij, uh, wij gebruiken persoonlijk Trello. En dat is eigenlijk ja. hetzelfde als Asana, maar ja. als, ik vind Asana al iets te complex persoonlijk. Maar dat is een persoonlijke. Mening. Ja, ja, kan er ik inkomen. Zijn te veel opties te doen. Nou, we gaan check. Uh, maar wat ik altijd, uh, als ik mensen coach één op één, is eigenlijk altijd hetzelfde stappenplan wat ik met ze nagaan. Wat, wat de casus ook is, eigenlijk zijn dat dezelfde standaard oplossingen. In het begin vaak echt super simpel, zorg dat je één plek hebt, niet twee, niet drie, één plek hebt waar al je taken, projecten in staan. Ja. Je mag meerdere mapjes hebben, werk privé of uh, tv, uh, business, uh, overig, nou, ja. check. Maar één applicatie, ja. that's it. Alles moet daar naartoe gaan. Dus geen taken in je e-mail, geen Dan heb je gelijk een heel stuk lege e-mail. Ja, ja, een emails. takenlijst met e-mail zou ik echt helemaal gek van worden. Dus. Ik heb het onderverdeeld in uh, actielijst, uh, archief. Ja, en als wat binnenkomt. Top. Ja, en dat moet je dus shiften. Ja. Want anders heel veel mensen gebruiken een inbox ja. als een takenlijst. En dan ben je helemaal knettergek, want dan hou je alles met een half hoog in de gaten. Uh, dus daar begint het in mijn ogen mee. Dat zegt de basics. En een tweede is zorg uh, dat je een, wat we een capture tool noemen. Dus als er iets binnenkomt, een mm -hmm. idee of een mm -hmm. taak, dat je dat gelijk uit je hoofd haalt. Uh, dat kan pen en papier zijn. Ja. Een klein notitieboekje wat je altijd mee hebt: van, uh, Oh, een nieuw idee voor, voor de business. Wat je vaak op een heel <laughs> ander moment krijgt. Misschien net als je iemand in gesprek hebt gehad op, uh, op een lezing bijvoorbeeld. Die ja, het is grappig te... dat je het zegt: Ik had een boekje bij me als schaatser altijd. En toen had ik nog geen <laughs> digitale agenda's <laughs> die met elkaar aansloten. En die lag op mijn nachtkastje en daar schreef ik ideeën op. Ook, ja. ook ideeën voor om die uit mijn hoofd te krijgen. Als voor als ik gestopt zou zijn met schaatsen. Ja, ja. Schaatsen is nu de focus. Ja, je kan je heel erg gek maken met ideeën. oh, wat moet ik hierna doen? Help. Ja. En dat, is, dat had ik ook, dat heeft iedereen. Ja. Want het houdt ooit een keer op topsport. Dus ja. ik had een lijstje, ik heb al honderd ideeën opgeschreven. Ja, te gek. En die heb je nu nog. Ja. En dat is je creativiteit. Ja. En dat, nou, dat is grappig. Ik heb eentje had ik in dat boekje staan. Dat was een energy gum En nice. twee, drie jaar na mijn carrière kwam ik iemand tegen. En en Wim, toen mijn kopioen en die vertelde daarover. Ik zo hey, dit heb ik ergens achter in mijn hoofd zitten. Ja. Sterker nog opgeschreven op een boekje. Terwijl ik had dat boekje natuurlijk niet bij me, maar ik heb exact. het wel opgeschreven ergens. Dus blijkbaar werkt je geheugen Kom. zo dat het wel. Komt dan naar boven. Het zit ergens wel. Je bent er een keer mee bezig geweest. Maar het relaxte is dat je het in ieder geval hebt opgeschreven. Want als je het niet had opgeschreven, dan blijven die dingen nog een beetje half loopen. Ja. Uh, en ik durf zelfs de, de stelling te maken als je dat soort dingen tijdens je schaatsperiode niet had opgeschreven. En ergens in je hoofd had gehouden, dat je minder goed had gepresteerd. Ja, Dat, dat ge geloof ik ook. En dat, en dat werkt voor, voor topsport werkt dat zo. Maar het werkt in het bedrijfsleven als kenniswerker. De meeste zijn, werkt dat ook zo. Ja. Je wilt zo'n leeg mogelijk hoofd hebben. En ideeën, als ik met mijn vriendin in gesprek ben en ik krijg een idee voor, voor mijn boek. Mm -hmm. Of ik heb 2,5 jaar over het boek gedaan. Tijdens die 2,5 jaar, op de raarste momenten, had ik ideeën. Waar en schreef je dat dan op? Ik heb een app daarvoor, het BrainToss. Een brain, brain toss is, dan spreek je het in, blub, en dan gaat het automatisch naar mijn Trello. Ja. En dat is de afspraak die ik had met mijn vriendin. Van hey dit is hoe ik werk. Is dat oké okay voor jou? Deal met dit. <laughs> is dat oké? Okay? Want uh, wat anders, als het niet gebeurt, wat ik vroeger had bij nou, bijvoorbeeld de vorige vriendin, dan waren we lekker uit eten en had ik een idee iets... voor de business. En ik denk, ja, shit, ik wil dit idee niet kwijtraken. Dus dan hou je het vast, hou je het vast. Maar dan ja. raak je steeds meer uit contact. Ja. Dat weet ik niet. Als ik met jou in gesprek ben, ben ik met jou in gesprek. Ik heb ja. honderd dingen nu te doen. Ik ben met jou in gesprek. En idem voor met mijn vriendin. Ik ben 100% dan met haar of dan met mijn dochter. Hetzelfde ja. verhaal. Ik wil niet half aan het werk zijn. Dat was ik vroeger wel. Ja. En dingen uit je hoofd halen is daar echt een basis. Hm tool in mijn ogen. Dus een capture tool... Ja. en een plaatstoel. Ik doe het met uh, Google Keep. Hetzelfde ja, idee. Ja. Dus precies hetzelfde. Ik heb Google Keep, heb ik mijn, mijn takenlijstjes... ook een lijstjes in staan die ik echt gewoon afvink. Uh, gesprek met jou... wat ik ja. even voorbereid. Ja, een presentatie met hoe laat ik ergens moet zijn... wat het thema is, het verhaal. En daar heb ik allemaal kaartjes in staan. En hier uh, op werken uh, hebben we inderdaad... een planning met taken van ja. Asana. Maar dat is meer ook omdat ik zie wat het team doet... Uh, waar ze mee bezig zijn. Uh, en ik geef uh, deels leiding aan het team... dat ik weet van oké, okay, dit gebeurt er. Die is daarmee bezig. Loopt het? Ja. Dan check ik af en toe in. En weer uit. En hoe simpeler dat proces gaat... Ja. hoe minder tussenstapjes erin zitten... Ja. hoe makkelijk het vol te houden is. Want anders... we zijn geen robot... En we zijn er dus altijd hectiek. Dat is ook de lol. Dat is ook, dat is ook de business. Maar hoe simpeler het ja. systeem, hoe makkelijker. Nou, wat is. je zegt, is, want daar kom ik ook hier. We hebben, we hebben een team van zes, zeven man. Maar hoe, je kan het al heel snel complex maken. Ja. Met allemaal lijntjes, met overlegjes en ja. dingetjes. Ik wil niet dat iedereen hier overlegt. Nee, gewoon nee. één keer in de twee weken of één keer per week en that's ja. it. En de rest. Vul het in. Ja, exact. Maar dat is al best lastig om dat te bewaken. Ja, ja. Dat is ook. En dan uh, komen we zo bij de vierde concentratie. Like externe prikkels. Dat zeker in een open office Dat is een uitdaging. Ja. Uh, je bent continu dan half in gesprek met elkaar. Maar daardoor kom je niet aan je eigen to-do-lijst ja. uh, verder. En dat is een spagaat. De spagaat is je eigen productiviteit. Je eigen to-do's afvinken... Versus uh, bereikbaar zijn voor je team ja. uh, en voor je klanten. En dat is, een, dat is een best een interessante. Ja, hoe, hoe regel je dat met elkaar? Ja. Maar goed, daar komen we dan zo op. Uh, maar die tweede concentratie is mij in mijn ogen belangrijk, niet alleen voor taken, maar ook voor emotionele dingen. Als jij een gesprek hebt gevoerd en dat liep voor geen meter, of er is gewoon een irritatie van, ja, dat was gewoon echt een irritant gesprek of irritant persoon, of ik weet niet of we dit project gaan halen, ook dat kan loopen. En dat soort loopjes, als je dat in je hoofd houdt, ook dat kost. Zelfs een kleine ding kost mega veel irritatie. Hoe werkt dat dan in je hersenen? Dat is een uh, vergelijk met een strandbal. Die opblaast en onder water probeert te houden. Hoe harder je hem onder water duwt, op een gegeven moment, je kan hem onder water houden, maar het kost een beetje inspanning. En als je een klein beetje moe bent, bam, schiet hij omhoog. En hoe harder je hem wegduwt... hoe harder die omhoog schiet. Als je, als je dat niet wil, als je dat gewoon wil wegprikken en gewoon die hele bal niet wil hebben, mm -hmm. is één, zie je het onder ogen. Maar simpelweg onder ogen zien is heel vaak, heel praktisch gewoon, wat houdt het dan in? Schrijf het op. Ja. Want de, de emotie, de, de loop van de emotie, gaat weg als je iets opschrijft. Nou. Het staat bekend als het piekenkwartiertje. Werkt als een tierenleer voor kleine irritaties of kleine twijfels. En dan komt de loop minder vaak terug. Heb je er minder last van? Hm. Oké, okay, dus dat. Even kijken hoeveel spunten waren ja, we? is tweede. tweede, tweede <laughs> concentratielek. <laughs> dat was het tweede concentratielek. Derde. <laughs> de derde concentratielek is, uh, heeft te maken met. Uh, er zijn twee vormen van aandacht. Gerichte aandacht, wat we nu hebben. We zijn gefocust op het gesprek. We zijn ja. lekker in gesprek. En je hebt open aandacht, tussen dagtromen. Uh, beide heb je nodig. Zeg maar even inademen, uitademen. Even heel suf, maar dat is precies wat het is. En wat heel veel mensen doen als ze um, een pauze hebben. Oké, okay, ik heb nu een Excel-sheet uh, aangewerkt. Ik wil nu even relaxen. Ik wil nu iets leuks doen. De meeste mensen baseren een pauze op basis van... is het leuk of is het niet leuk? Um, Kling, Instagram aan. Exact. En Instagram is, kan heel leuk zijn. LinkedIn, social media, wat je ook doet. Of uh, een TED-film kijken of whatever. Maar het is nog steeds nieuwe informatie opnemen... en daarbij nog steeds gerichte aandacht. Uh, een van de mensen die ik coach, is Stephanie, 16 jaar... en dat staat in het boek, is, heeft een burn-out. Ze is 16. Met een beurnaar. Ja. Super slimme meid. Super leuk gezin. Super leuke vrienden. Ik kreeg alleen 600 WhatsApp berichten per dag. Dus was continu nieuwe informatie, nieuwe informatie, nieuwe informatie aan het opnemen. Maar dat is eigenlijk Putje best wel een, een, een crux in het moderne leven. Vroeger hoe, hoefde je er geen zorgen over te maken, want die informatie kwam niet naar je toe. Die was nee. er niet. Je ging gewoon, mijn opa die werkte op de boerderij, die ging uh, koeien melken die kwam terug en dat was het. Maar uh, nu zou je je hebt bijna geen te... keuze. Ja. Hè? Het komt wel naar je toe. Het ja. enige, dit is gewoon bijna een, een skill die je moet ontwikkelen van jongs af aan al ja, bij 16 op school eens om te blokken. Te blokken om nou, focussen, en, en, om een ruis en, weg te halen, om te nou, kappen. Exact. En wat, wat het de eens. En wat er in mijn ogen belangrijkste is, is, we vervelen ons niet meer. Ja. Verveling is zo mega cruciaal voor je hersenen om weer op te laden. Want dan kom je in die open aandacht dagdromen. En dan wordt een bepaald gebied in de hersenen geactiveerd, het Default Mode Network. En dan laden de stofjes die je nodig hebt om gas te kunnen geven, laden weer op. Productiviteit bestaat uit twee stofjes. Of concentratie bestaat uit twee stofjes. Is noradrenaline en acetylcholine. Ja. Je ziet letterlijk als de brandstof van, uh, van je hoofd. Die stofjes raken op op een gegeven moment. En als je dan langer doorgaat, dan, dan werk je op een lege tank. Dat werkt niet. Dan, nee, dan kun je heel stoer zijn. Ik ben, heb uren gemaakt door, 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 door. door, door, door ja. Maar er gebeurt niks meer. Exact. Wat is dan de productiviteit van, van die uren die je uh, extra op kantoor hebt gezeten? Dat is vaak mm. heel erg laag. En als je, nou, dus als je, je moet gewoon denken, Even bij opladen en bij tanken. En de beste manier om dat te doen is in open aandacht. En dat dat heel concreet en dat je geen nieuwe informatie opneemt. En dat je bewust gaat afdwalen met je, met je gedachten. Dus dat is gewoon je telefoon uitzetten. Weg. Wandelen. Wandelen. Super suf. Ja, want het is Wandelen. geen slapen. Nee, slapen is wat anders. Slapen is ook belangrijk. Dat is mega ook belangrijk. Ook om weer uh, hersenen op te ruimen. Maar net iets anders is dat. En voor de meeste mensen, wat ik dan bijvoorbeeld boeiend vind... is, oké, okay, ik heb heel hard gewerkt, maar dan ga ik even knijthard sporten. Ja. Sporten stop. Ik bedoel, uh, dat hoef ik je niet uit te leggen. Nee, amen, ja, dat doe ik ook. <laughs> hey, uh, maar uh, sporten, als je dat als enige pauze gebruikt... van heel hard werken, maar je ja. compenseert met heel hard sporten... technisch is dat nog steeds hetzelfde. Je hebt gerichte aandacht, ja. in dit geval op de beweging. Dus je ontspant niet, je hoofd ontspant niet. En ja. Ja, hoe kun je dat doen in een week? Zeg maar, hoeveel, hoeveel tijd zou je aan moeten besteden... aan dat, aan dat ronddwalen... Nou, dus een goede, durf je niet een, uh, mijn schatting is, laat ik het echt als schatting zeggen, een half uur per dag uh, opladen, zeg maar geen nieuwe informatie opnemen, is top En hoeft ja. niet een half uur achter elkaar, dat is te lang voor de meeste. Maar gewoon uh, twee keer een kwartier mm -hmm. stop. En dat kan ook bijvoorbeeld aan het einde van de dag zijn dat je nou, gewoon even de gewoon telefoon uitzet, maar nog niet gelijk naar bed gaat, ja. maar het is dus ook geen Netflix gaat kijken. Nee. Ja, stom is dat eigenlijk is ja, als wel ik, wel. ik heb aan het eind van de dag zit je op de bank. Ik ben helemaal niet zo'n tv-kijker hoor, die doe ik niet zo snel aan. Maar ik ben wel informatie-junkie. Dus ik, ik, ik pak dan wel snel de telefoon of een boek. Of een boek. Of een... Terwijl ik prachtig mooi uitzicht heb. Ik kan ja. ook gewoon op de bank zitten en af en toe naar buiten staren. Dat doe ik ook wel eens. Maar... Super gezond. Ja. En ik, ik heb dat ook. Van, ik wil ook TED-films. Ik luister heel veel podcasts en al die dingen. Vind ik ja. super vet. vroeger dacht ik, oh lekker, ik heb een pauze. Weet je wat? Ik ga even een TED-film kijken. Want dan heb ik weer een TED-presentatie. heb ik een nieuwe informatie. Heb ik ga een podcast luisteren. Maar ja. vaak werd ik dan nog lomer. Ja. Omdat je, je laat niet op. Ik heb een hond. Dat helpt. Dat is fantastisch. Ja. Dat, dat is heel goed. Dat zijn, uh, vaak heb je dan ook je beste ideeën. Nee, ja, uh, ik heb mijn allerbeste ideeën heb ik gewoon eigenlijk zondagochtend als ik uh, als zijn de kinderen aan het spelen, dan uh, zijn we een klein beetje uitgeslapen en dan uh, of ik heb nog een krantje wat ik soms een beetje doorblader of ik pak gewoon een kopje koffie en ik ga in de tuin zitten of aan de tafel en dan ik wil zondag hou ik ook ochtends wil ik ook even helemaal niks gewoon. Yeah. Niks moeten, niks willen. En dat is inderdaad... Vaak pak ik dan wel na een half uur. Ja, dan heb ik een schriftje bij me. Dan ja, maar okay. ik het op. Maar dan heb hoofd... ik niet mijn telefoon bij me. Nee, maar dan heb ik een schriftje ja. bij me. Maar dat, dat is lekker. Dan heb je een vet idee. Ja. Maar dan kan je het daarna ook weer loslaten. Ja. En dat, dat is het beste. Vier. Is... Vier. <laughs> De vierde concentratieslag is een externe prikkels. Dus telefoon, e-mail, collega. En wederom is vaak de eerste plek waar we kijken voor, voor meer om dat op te lossen om, de, om die af te sluiten. Dat kan vaak niet, want je hebt gewoon je telefoon nodig, je hebt ja. je collega's nodig, je wil ook bereikbaar zijn. Maar in mijn ogen is het ook het minst belangrijk om daarop te richten. Want als je de eerste drie lekker op, op orde hebt, dan ben je veel weerbaarder. Dan kan je veel makkelijker aan. Als je een leeg hoofd hebt, als je dan onderbroken wordt door een collega, kan het nog steeds vervelend zijn als je net in een blogartikel zit bijvoorbeeld. Omdat mm -hmm. je letterlijk een lichter hoofd hebt, ben je wendbaarder. Mm -hmm. Dan kom je ook weer makkelijker terug als je goed je noradrenaline en acetylcholine op orde hebt, gewoon goed regelmatig passeert, ben je veel sterker en dan kan je veel sterker die Afleidende prikkels, zoals geluiden ja. of abba. Ja, was. We hadden net opstaan in het kantoor. Verschrikkelijk, ja. Dan kan je die makkelijker ja. blokken. Nou, dit is wel. Wij hebben natuurlijk. Uh, ik, ik ben veel buiten de deur. Een van mijn andere kompions ook. Als wij binnenkomen, is het meteen een reuring. Weet je, wij ja. komen niet gewoon binnen en gaan aan een tafel zitten. Wij komen echt binnen. Hallo, hey, ja. hallo, hey, wat is dit? Hey, heb je dit? Dat He, weet je, het is dus meteen ja. Ja. Ik krijg vaak genoeg te horen als jullie er allebei niet zijn. En dan is het lekker rustig kunnen ja. we doorwerken. Um, maar dat is wel een ding. Um, als leidinggevende... of als je gewoon een eigen bedrijf hebt... of je eigen team leidt... hoe zorg je dat je... hoe, hoe bewaak je dat? Hè? Misschien is de, je individuele uh, teamleden... zijn niet altijd in staat om dat zelf te doen. Hoe al kun je ze daarmee helpen. Maar hoe, hoe nou, bewaak ik, je dat goed? Dit is, dit is een super interessant punt. Focus doe je niet alleen. Als jij net in je focusblok zit... maar iemand anders begint over zijn weekend te kletsen... Ja. is dat, is dat net, is irritatie voor beide. Jij geeft dan geen echt, echt aandacht... maar tegelijkertijd die andere persoon onderbreekt ze. Dat is net niet fijn. Dus het is lekker om je een beetje in te uh, doet met elkaar. Uh, we hebben daar een tool voor ontwikkeld, dus een gratis tool die je kan gebruiken. Ken je Pomodoro? Zo'n ja. focusblok. Nou, we hebben wiepomodoro.com bedacht. Super simpel, heeft mijn compagnon bedacht, Oscar de Bos. Mm -hmm. En dan doe je een Pomodoro, dus een focusblok van 25 minuten. Maar dat doe je online. Dus iedereen de timer is online, dus iedereen kan dat zien. En dat is, heel, dat is super simpel. Maar het effect daarvan is... kan ik precies in Oscar... Oh, die zit nu nog even vijf minuten te knallen... Ja. maar over vijf minuten kan ik me een vraag stellen. Ja. Maar idem van mij, weet je. Dus dan kan je het met elkaar in ja. sync. Je kan ook aanhaken... dus je allemaal op hetzelfde moment even pauze hebt... en hetzelfde moment ja. focus hebt. Oh, ik moet er niet aan denken. dat is oké. Het kan zijn... dat ik geloof dat het kan werken voor sommige mensen misschien... Maar... Ik ben, ik ben heel, ja, ik ben, iets, ik ben een, een vrijheidsstrijder. Ik ben uh, autonoom. Ik wil heel erg mijn eigen rit bepalen. Ja, Als we hier met z'n allen gaan zeggen: we gaan zoveel werken. Nu mogen we dat, zeg maar, die regeltjes ja, dat en die gaat, dingen. Per definitie, ja, ja, dat gaat bij mij al heel veel. Ja. Ik merk dat zou bij mij al heel veel weerstand gaan geven. Ik denk hier binnen ons team ook. Uh, hoewel voor andere teams zou het misschien goed kunnen werken. Ja, maar, we, merken, we merken bij de bedrijven waar we veel verwerken, zijn vaak grote corporates. Ja worden helemaal gek. Er komen ja. soms mensen echt letterlijk huilend naar ons toe. Ja. Van ja, ik word, ik, ik vind mijn werk fantastisch, maar ik kan gewoon niet meer werken. Ja, na negen uur s avonds, want dan uh, krijg ik niet onder havenklap een e-mail of een telefoontje. Dat is, dat is niet gezond. Maar die kun je toch uitzetten? Ik heb mijn, ik heb mijn notificaties allemaal uit. Ja, tolles. En dat is en dat is super tof. En sommige, met name binnen advocatuur is dat het uh, ja. misschien wat heftigst, denk ik. Uh, is dat vrij lastig? Want als de partner, als de baas zegt, uh, ja, super leuk hoor, ga lekker werken. Maar als ik een mailtje stuur, binnen 20 minuten wel een reactie. Hè? Ja, die zijn er. Ik zal het niet zeggen met een mailtje, maar als ik bel naar mijn team, dan wil ik ook wel eigenlijk meteen, meteen reactie. En daar uh, zit een logica achter. Ja. Want ik heb een vraag en ik kan niet verder en ik heb je input nodig, anders ja. staat de trein stil. Makes sense. Maar er zit ook een prijskaartje aan. Uh, als je uitrekent wat iemand per uur verdient, kan je uitrekenen wat iemand per minuut verdient, kan je uitrekenen wat het kost om iemand te onderbreken. Nou, wat kost dat? Het scheelt een beetje per, nou, als je gemiddeld uurloon neemt, is het ongeveer 7,50 euro per onderbreking. Want je moet niet alleen de minuten tellen van de onderbreking zelf, we zeggen één minuut uh, 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 onderbreking of twee minuten onderbreking, maar je zit vaak acht minuten hersteltijd aan. Voordat die andere persoon weer in de flow zit, is, een, is minimaal zo'n acht minuten weer uh, hersteltijd. Dan kom je al heel gauw aan, Nou, 5, 6, 7 euro. Per, per onderbreking. Daarom is het misschien ook wel de reden dat ik dat niet helemaal geloof met die, met die Pomodoro-techniek op mm -hmm. je computer. Dan heb je mm -hmm. nog weer iets wat je. Wat mij zou. Hè, dan ben je nog meer op je computer bezig. Ja. Wat mij. Natuurlijk, ik werk ook bijna alleen maar op mijn computer. Maar Check. als ik als ik ook. En mijn social media-kanalen aan heb staan. Als ja. alles aanstaat. En ja, dan ik ben aan is het Het werk, veel dan is heel verleidelijk om na ja. vijf tot tien minuten te denken. Oh hey Maar even ja. kijken wat daar gebeurt. hey Oh. Hm. Ja. Hetzelfde, even in, leuk om dat te vertellen. We hebben nu ook een lampje. <laughs> en dat lampje is precies hetzelfde. Dat is een Pomodoro-lampje. Mm. We hebben een demo'tje nog hoor. Ze zijn nog niet in productie. Maar de eerste versie hebben we nu binnen. En het is letterlijk een lampje wat je op je brood zit. Maar met gewoon een fysiek hardware-dingetje. Met een uh, Pomodoro-timer erop. Mm. en zet je hem aan en ploep, springt hij op rood. Mm. En na uh, 25 minuten, of als je langer wilt focussen. Want 25 minuten is soms echt te kort. Ja. Ploep, dan springt hij op groen. En dan weet je mm. zeker in een open office. Zeker ja. met een, echt, wat, echt een groot kantoor met 20 man, 30 man, waar gewoon een afdeling ja dus, ah, Piet, die is nog even ja. bezig. Ja, wij hebben het hierboven ook gehad hoor. Ik zei: Als je gewoon niet gestoord worden, doe je koptelefoon op. Ja. Dan hoef je ook niet naar Abba te luisteren. Dan kun je gewoon goede muziek luisteren. Zijn. <laughs> en dan kun je gewoon door. Ik doe het ook als ik uh, iets nodig heb. Of ik doe ook veel thuis, moet ik zeggen. Uh, daar, daar heb ik echt alle rust en uh, concentratie. Nou, wat ook, zeker als je bij uh, nou, als je thuis werkt, bijvoorbeeld, of ergens anders werkt, of met een heel groot team werkt. En wat iets heel simpels wat heel uh, goed werkt, ik had het laatst ook weer. Is dat als je aan een. Want uh, als je wil focussen, je wil niks missen natuurlijk. En dat, nee. is vaak, dat is vaak de spagaat waar we het net over hadden. Nou, als je focust. Ik heb het als je als, je als team, zelf. Je hebt natuurlijk je, je microcosmos. Dat ben je zelf. Je wil een werk gedaan krijgen. Ja. Dus je wil focus, geen afleiding. Maar ja, we werken hier met een team. Er gebeurt ja. veel. Er moeten beslissingen gemaakt worden. Je moet soms even iemand erbij trekken. Hé, hey, wat denk je hiervan? Zullen we ja. dit doen, dat doen, dat doen? Hé, hey, hoe zat dat ook alweer? Dat is ook waardevol. Als je niet Eens. bij elkaar zit in dat een is, team... Het is, het is dan niet, en je moet elkaar gaan opbellen... Exact, ja, dan schiet het dan je niet op. op. Het, is, het is niet het een of het ander. Je wil nee. allebei. Maar het leukste is als dat, als dat een beetje, een beetje in sync loopt. Ja. Dus is iets heel zus wat heel goed kan werken... Maar het hangt een beetje van... er zijn heel veel meer in, uh, oplossingen. Hoor. Maar wat zou kunnen werken? Uh, wat ik vaak heb, zeker als ik even op kantoor zit... ik moet echt even gasten met een artikel... heb ik een auto-reply aan staan op mijn e-mail... dat ik gewoon op mijn werk uh, aan het we aanwezig ben... Mm -hmm. En ze van, hey jongens, ik heb, ik heb een deadline tot 12 uur. Als het echt belangrijk is, bel me even. Of loop naar me toe of sms me even. En anders beantwoord ik je vraag na 12 uur. Hm. Verdaf. Ja. Dus ik heb uh, op al mijn notificaties uitstaan op mijn telefoon. Behalve mijn old-fashioned sms. Ja. Als, het, uh, als het echt belangrijk is, of uh, stuur me een sms. Dan als ik kan, reageer ik gelijk. Of bel me, dan reageer ik gelijk. En anders WhatsApp, superleuk. Maar dan kijk ja. ik vier keer per dag. Ja. En dan heb je een apart kanaal voor de urgente berichten. Ja. Want dan word je niet onderbroken door de... Leuke dingen, maar niet zo belangrijke dingen. Of maar dit, urgente dingen. Dit, dit, zijn, uh, dit zijn allemaal dingen, die, we, zijn dit dingen die, je, die je moet leren zelf te organiseren. Want dit, hier zijn we op aangekomen, dus in onze moderne technologische maatschappij. Het is fantastisch. Aan de ene kant heb je vrijheid om op afstand te werken, om het zelf ja. te, in te regelen. Aan de andere kant geeft die vrijheid ook ja. druk. Ja. ja, heel veel druk. Ja. Door het zelf te moeten inregelen. Want als je dat ja. niet zelf oppakt, dan nemen anderen ja. wel de vrijheid ja. om jou eventjes erbij te trekken. Ja. En dat, is, uh, nee, eens, en, dat is, en dat is de uitdaging. En um, in, de, Ik denk dat er een kanteling kan plaatsvindt. Ik had laatst met iemand een gesprek over. Denk je dat het alleen maar erger wordt? Of denk je, ja. denk, ik denk eigenlijk niet dat het erger gaat worden. Ik denk persoonlijk, ik ben optimistisch op daarin ingesteld. Ik denk dat het de goede kant op gaat uh, tillen. Om de, uh, 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 hoe zeg je dat? Tippingpoint, ja. <laughs> ja de tipping point gaat goed. Om de simpele reden, mensen zijn het gewoon zat Mensen zijn het gezat om continu onderbroken te worden. Nu, nu heeft Apple zelfs ingesteld op zijn telefoon. Dat je bij kan houden, mocht je dat willen. Hoe lang op je telefoon zit. of hoe lang je een bepaalde app gebruikt. Het gaat uiteindelijk de goede kant op. om de hele simpele reden. We willen die druk die je net beschrijft. zijn er een beetje klaar mee. Mm. En er zit natuurlijk een knijthard businessmodel achter. van uh, e-mail, ten, met name de appbouwers. Ja, hoe langer je die app gebruikt. hoe meer advertentieruimtes kunnen verkopen. Begint iedereen wel een beetje door te krijgen? Nou, Instagram is bezig met tests om de likes en de shares de, de, die af te schaffen. Top. Zodat dat, dat je een iets meer organischer geheel krijgt. Natuurlijk, ja. iedereen jaagt korte termijn likes neer. Uh, en het is ook heel fijn natuurlijk als het gaat om productiviteit. om het gevoel te hebben druk te zijn. Ja. Maar je vindt niet niet echt doet. productief. Nee, precies. Wat is, is productief. Het, en dat is het onvoldane ja. gevoel. Een beetje, beetje hapsnap bezig geweest. Mm -hmm. Maar aan het einde van de dag, ja. Dat heb ik eigenlijk gedaan. Ja, daar maak ik wel zorgen om. Je hebt een team zitten met, met mensen die, die betaal je geld. Ja. Uh, ja. Uh, krijg je product, wat, wat is productief? Krijg je dingen gedaan? Ja. Van de, ik, ik denk dat als ik kijk naar, naar mensen die, die goed zijn, wat een skill is in de toekomst, waar je echt, waar ik echt naar kijk, is inderdaad dat je dat zelf kan reguleren. Mm -hmm. Focus? Ja, ja Nee, Edem, dat denk dat ik het, Ik denk beter om wat ik net al mee het zei: focus is een nieuwe IQ. Ja. Je hebt bepaald IQ nodig om je werk te doen. Dat mag duidelijk zijn. Maar of je nu 120 of 125 of 130 hebt, die extra ja. toegevoegde IQ-punten gaan zeer weinig toevoegen. Het gaat vooral om: ben jij in staat om de diepte in te duiken? Ben jij in staat om te wisselen als je onderbroken mm -hmm. wordt? En hoe lang duurt het weer voordat je dan in die flow zit? Dat soort dingen zijn tegenwoordig ja. veel belangrijker. En uh, wat is het beste advies wat jij ooit kreeg? Eigenlijk op het gebied van focus. Dit... Het gebied, uh, ja. Dacht, ja. Ik zat, toen je die vraag stelde, schroef ik het anders boven. Namelijk, uh, wat ja? mijn ouders tegen mij zeiden: haal het beste uit jezelf. Uh, dat, is, dat, is mijn, dat is mijn luidspreuk. Mhm. Mm uh, en als je het hebt over focus, uh, nou eigenlijk het meest praktisch waar ik, als ik puur naar mezelf kijk, echt het meest aan heb, is zorg dat je die open aandacht pauze hebt, dat je echt geen niks doet. Ik heb de neiging vroeg om twaalf uur per dag gewoon te rammen uit enthousiasme, ja. uit, uit altijd nieuwe dingen willen leren. Maar die neiging om continu productief te zijn, was exact de reden waarom ik het niet was. Ja, een soort contradictie uh, In het willen doen, maar het. Ik had het met, met trainen, heel hard trainen, 2021, de wereld willen bestormen. Ik ging zoveel trainen dat ik overtraind ja, raakte. Toen dacht ik, inderdaad, ja. dit is wel heel stom. <laughs> ik heb harder getraind, het effect is negatief. Ja. Dan moet ik iets slimmer gaan aanpakken. Ja, precies dat is wat mij boeit. En dat is um, gek genoeg. Ja, Daar weet, weet je dus echt letterlijk alles van. van. Met minder inspanning kan je letterlijk meer bereiken. Het ja. is zo'n foute one-liner vaak. Maar dat is echt zo. Dat geldt niet alleen, met name ook in het aantal uren wat je werkt... Het is ook een negatieve relatie... in het aantal uren wat je werkt. En eh, hoe, hoe productief je bent. Er zit gewoon ja. een tipping point over. Ja, ze... to, maar toch denk ik wel... als, als we hier doorknallen tot 8 uur s'avonds... Dan, dan denk ik wel... top jongens, oh, lekker, lekker. lekker. We doen het lekker. met z'n allen. Ja, en als je dan kijkt per salle, wat is er gedaan? Is dat interessant? Tuurlijk heeft het, heeft het een charme... om met z'n allen, allen ergens voor te gaan... en te rammen. Ik bedoel... Ja. eens, helemaal waar. Uh, uiteindelijk gaat het het spel... Is, ik speel ook het spel... van maximale productiviteit. Met mijn ja. business... Met, met werk, met, 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 met de boeken, gewoon maximaal scoren. Wat is daarvoor de beste inspanning? Als dat 12 uur per dag werk is, ik doe het. Mm -hmm. Met liefde, met geen enkel probleem. Maar ik weet inmiddels uit ervaring zelf en ook gewoon het onderzoeken, dat is niet hoe je de wedstrijd gaat winnen. Wat, wat is de wedstrijd die jij wil winnen? Wat, 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 wat drijft jou? Wat... Mijn doel is dat, dat focus op de kaart wordt gezet. Dat uiteindelijk op, bij de koffieautomaat, bij de First Gum-automaat, uh, ja. wordt gezegd, hoe doe jij dat met focus? Hoe is dat eigenlijk geregeld hier op kantoor? Hebben we eigenlijk wel stilteblokken op kantoor? Nee, hebben we het niet? Best wel raar. Uh, dat is het doel. Ja. Uh, ik, ik geloof dat focus een hele praktische tool is en een praktische element is. Om niet alleen meer gedaan te krijgen, maar juist om minder stress te ervaren. Hard werken. De meeste mensen die ook deze podcast zullen luisteren ja. hebben een soort van drive, ambitie. Ja. Dat, dat doe je wel. Dat is het niet. Hoe bereik je nog meer, maar met name ook met minder stress? Ja. Want uiteindelijk kan je overbelast lagen en overbelast in kenniswerkersland is ja. een burn-out. Ja. Uh, maar dat, is ook, dat komt er ook heel veel neer op gewoon nee durven zeggen of inderdaad je, dingen van je afsluiten. Nou zeker, en dat is het hele spel van focus. Focus gaat vooral om wat je niet doet. Een, een van de dingen die ook heel goed werkt is een not-to-do-list. Heel vaak beschrijven mensen, oh ik heb een to-do-list, schrijf ik erop. Ja. Maar als je een to-do-list ongefilterd, dan ga je met name de makkelijke dingetjes afstrepen. Uh, want dan heb je toch een beetje een enigszins productief gevoel. En, maar dat, uiteindelijk ga je daar de wedstrijd niet mee winnen. Als je kijkt naar de meest succesvolle bedrijven, wat die allemaal gemeen hebben, scanning up, misschien heb je het boek gelezen. Eén ding gemeen, ze hebben één kwartaaldoel. That's it. Niet twee, niet drie, ze hebben één kwartaaldoel. Als je dat doorvertaalt naar je eigen persoonlijke to-do-lijst, dat is focus. Nou, voor een bedrijf is één kwartaaldoel is het gewoon omzet genereren of winst genereren? Zou het kunnen zijn? Kan. Hè, dat, zou het, dat zou het enige doen. Maar nou, hoe is dat dan vertaald... naar alle medewerkers onderling? Mm -hmm. uh, en wat heel vaak gebeurt... oh, maar kunnen we dit doen? Kunnen we dat doen? Uh, dit is ook een omzetverhoger. Dit is ook een omzetverhoger. Wij bijvoorbeeld... in onze eigen business... we, hebben, we zijn nu 15 jaar... bijna 15 jaar. Uh, we hebben heel veel uh, omzettakken... hebben we gewoon gekild. We deden bijvoorbeeld... heel veel op de onderwijsmarkt. vind ik nog steeds... superleuke trainingen... voor universiteiten. Maar uiteindelijk gezegd... ja, dat wordt een apart bedrijf... en dat gaan wij nu niet doen. Ja. Uh, bepaalde klanten zeggen wij nee tegen. Ik zeg, ja, dat is, maar dat is niet ons, dat is ons doel. Dus het is echt ook bepalen welk, waar, in welk veld wil je spelen. Ja, en daar de beste in zijn. Ja. En dat is het enige. Als jij naast het schaatsen an, een andere topsport erbij had gepakt, nou, dan was de kans nou, ja, Sterker nog, ik ben na 2006, ik wilde graag allrounder worden. Nou, allrounder, de naam zegt het al. Dat ja. is alles willen doen ja. en zo goed mogelijk willen doen. Uh, maar ik wilde ook winnen. Dat bovenal, daar gaat topsport om en dat lukte me niet. Ik, ik werd niet de beste allrounder, hoewel ik wel een wereldrecordpunt heb gehaald. Europees kampioen werd geweest, maar het lukte me niet. Toen pas heb ik gedacht, hé, ik heb twee keer de Olympische Spelen gemist. Ik, ga, ik heb tien jaar lang in het allrounder geïnvesteerd en ik word nu zesde, zevende. Dus ja, dat is één ding wat ik eigenlijk misschien wel het beste kan, dat is 1500 meter schaatsen. Daar heb ik een vier jaar lang op gericht toen, voor de Spelen in Vancouver. Geen wedstrijd gewonnen. Maar ik heb wel de focus gehad op vier jaar lang op één afstand. Ja. En dat heeft me heel veel gebracht. Daar heb ik stappen kunnen maken die ik niet voor mogelijk had gehouden. En nou, uiteindelijk heb ik mezelf daar zo in kunnen trainen. Uh, dat, dat alles samenkwam en wat ik nodig had gebeurde. Ja, dat heb ik ook een beetje geluk bij gehad. Dat, dat viel allemaal op zijn plek. Maar daar heb ik ook heel lang heel hard aan gewerkt en keuzes voor gemaakt. Dat ja. heeft mij heel erg geholpen. Ja. En eigenlijk zie ik nu ook met het bedrijf ook. We hebben First Energy Gum verkopen. Dat, we bouwen een nieuwe categorie. Ja. Uh, nou ja, veel, veel sporters die gebruiken, maar ook, ook andere mensen. Jij hebt het gebruikt, volgens mij met het schrijven van je boeken. Ik heb 20% van het boek geschreven op, op jullie ja, kamer. Ja. ja, dat helpt, helpt je bij focus. Maar als het gaat om focus, dat binnen een bedrijf is dat natuurlijk ook. zo. Wij kunnen zoveel dingen doen. Er komt heel veel op ons ja, af. We exact. kunnen naar de winkel in de winkel gaan liggen. Ja wij hebben er bewust voor gekozen en dat klinkt makkelijker dan dat het is om echt online alleen maar verkrijgbaar te zijn ja. op onze website omdat dat het spelletje is waar we goed in willen worden. Ja, maar dat, dus en dat, iedereen die hierboven ik, zit, dat zijn, dat zijn dat allemaal is het, mensen maar, maar die exact, daar spelen, zijn. Dat is dus focus. Ja. Uh, uh, een vriend van mij zit in een hele andere business. Ik zal, ik, zal de, ik zal de branche ook even niet noemen, want het uh, zijn maar een paar spelers. Uh, maar die besloot uiteindelijk, uh, die verkoopt. Uh, Eetbare producten. Laat ik het even zo zeggen. Ja. <laughs> en uh, die... Een uh, ja, hele andere business dan jullie. Maar die, die besloot uiteindelijk ook... om zelf die producten te gaan maken. Eerst verkocht hij ze alleen maar. Uiteindelijk werd zijn marge groter. Marge groter. Maar per saldo ging hij minder verdienen. Ja. Hij, denk gewoon, hij, hij ging met zijn bedrijf... best een echt een, echt een serieus bedrijf. Ik ging gewoon meerdere dingen doen. Dat is geen focus. Nee. Een hele, misschien een fout zin, maar ik vind het zo'n vet, zo vette zin. Hij, hij komt in de nieuwe editie van mijn boek uh, komt eraan. Dus nu komt de, de vierde druk alweer aan. Echt super vet. Leuk. Nee. Uh, de zin is: You can do anything the moment you stop trying to do everything. Ja. En in mijn ogen, dat is focus. Het hele spel van focus draait om die zin. Ja. En dat betekent het is dus nee klink... zeggen. Ja. Dat is, het is een, een, een one-liner. Nee, ik, ik heb kansen fijnlijk. gehad om, om, Als ik zou willen, zou ik een veel hogere omzet kunnen draaien, omdat, ja. omdat er bepaalde kansen. Die zou, ik, die zou ik ook in kunnen tikken en dan zou dat gebeuren. Ja. Maar dat zouden we hier uh, en meer mensen nodig hebben. Ik lees ook meer geld kosten en een verspreide focus hebben. Ja, het klinkt mooi en ik, nog steeds is het wel eens een worsteling Verlelijk. of een knoop in ja. mijn normaal geworden. Ja, dus oh ik... nee, oh dat moeten we doen. En dan hebben we hier heel veel discussie. Het ja. gaat soms heftig aan toe. En uiteindelijk besluiten we het niet te doen en daar staan we dan ook allemaal achter. Heel cool, omdat we weten dat het, dit wel de weg is. Maar het is, het is een heel onzekere weg. Het is ook vertrouwen hebben in. Maar die het is één ook, ding. En het is echt, echt focus wat jullie doen. En dat, ja. ik, ik, ik geloof, ik, daar geloof ik heel erg in. Ja. Want het is makkelijk om ja te zeggen. Dat is niet zo moeilijk. Nee, is, dat is, het is moeilijk te zeggen om nee. Ja. Het, is, het, is makkelijk het is ontzettend om, moeilijk. Vind ik. Vooral tegen dingen die verleidelijk zijn. Die, die niet helemaal in lijn, maar bijna in ja. lijn liggen. Dat is moeilijk om daar nee te zeggen. Ja. Steve Jobs van Apple, misschien ken je dat verhaal. heeft ooit zegt, we are the most focused company in the world. Ja. Hij heeft nee gezegd toen het bedrijf bijna failliet was. Hij heeft nee ja. gezegd tegen omzetten waar ze eigenlijk van afhankelijk waren. Ik zeg, ja. maar dat, dat zijn wij niet. Nou, ik zie je met het ondernemers die, die, die uh, Nederland, die, die ik ook enigszins ken. Wil, hè? Pieter Zwart van CoolBlue, ja. die, die alles is klantenservice. Daar moet alles ja. op gericht zijn. En op andere concurrentie. Daar gaan we niet eens op concurreren. Dat ja. is ons focuspunt. Young Capital, jongens ken ik goed. Leuk. Helemaal jongeren gericht. Ja. Hoe ze praten, hoe ze het doen. Het zit ze in de hadden, ze hadden, Ik ken het een ja. beetje, maar niet goed. Maar ze hadden ook gezegd, nou, we gaan een andere doelgroep erbij doen. Want we ja. zijn zo groot geworden. Ja. Pakken we op, doen ze niet. Nee. En dat is focus en dat is kracht. Hoe gefocust je bent, hoe sterker je bent, hoe sneller je bent. Ja. En dat is in topsport zo, maar dat geldt letterlijk in business, helemaal, maar ook in, in alles eigenlijk. En dat vind ik zo vet. Maar het is ook wel een zoektocht. Hè? Jij hebt focus gevonden, letterlijk in focus. Ja. Uh, het is voor heel veel mensen, helemaal voor jongere mensen, jonge mensen natuurlijk ook uh, uh, best wel een zoektocht. Van ja, wat wil ik? Waar, waar ja. moet ik naartoe? Uh, juist ook omdat er zoveel op je afkomt, juist omdat er zoveel prikkels zijn, is, is de weg. Uh, ook wel eens lastig. Dat zie ik ook om me heen. Ook met jonge mensen die hier wel eens af en toe komen. Of stage lopen of werken. Wat... Dat zie je best wel eens. Volgens mij is dat nu meer dan in mijn tijd. Of misschien zelfs nog wel ouder. Er zijn meer kansen en meer mogelijkheden. En het liefst weer op overal alles een 10 scoren. Relatie, sporten, business. En dat is lastig. Ouderschap. Dat is... Klopt. Daar gaan mensen denk ik aan onderdoor. Overal maximale, dat is het gevaar. Ik heb hetzelfde. Hè? Letterlijk onze missie hier bij First is: maximaal uit je, uit je dag halen. Impact ja. the lives of people with positive energy. Um, dat is ook mijn motto. Uh, wat mij, maar de valkuil aan de andere kant is: um, dat je overal maximale uit wil halen. Dat werkt niet. En dat kan niet. Dat, dat kan niet. Nee, je kan maar in één ding uh, Ik kan het niet uitspreken: ja. scoren. Ja. Uh, en, dat, en dat betekent dus op andere dingen. Als jij 100% had gescoord op topsport. Maar ook 100% had gescoord op andere hobby's. Of an nog 100% alle, alle uitgaansopties ook. En dat kan niet. Je hebt, je hebt zoveel ja. nee moeten zeggen. Uh, hoe, en kun je, hoe kun je daar beter in worden? Helemaal voor mensen die dit allemaal. Hoe kun je daar beter in worden? Eén, ja, het begint gewoon letterlijk dat... Ik, ik geloof echt dat je dat als een spier kunt zien. Je moet leren nee zeggen met hele kleine dingetjes. Uh, ik heb vanochtend nog... Uh, zo, nee, dus, ik ben gevraagd om een uh, artikel te schrijven voor een groot blad. Superleuk. En ik zei, nee, toch niet doen. Dat is, en dat was, dat was pijnlijk. Maar dat, dat, ik, ik heb heel vaak al... Leren, zeg ik nee tegen uh, koffietjes of klein, gewoon kleine dingetjes. Ja. Als je met kleine dingetjes leert nee te zeggen... Van, ja, is dit... Maar als je... Uh, als je ja tegen iets zegt, zet je ook automatisch nee tegen iets anders. Je zegt, je zegt continu al nee. Alleen het is net een accentverschil. Ja. Uh, als ik ja zeg tegen het koffertje, dat betekent dat ik ochtends niet kan sporten. Ja, dan zeg ik nee tegen sporten. Uh, dan, dan zeg je ook nee. Dus het is, je doet het altijd al. Hm. Maar gewoon het heel veel vaak gewoon kleine stapjes doen. Maar dat betekent wel dat je moet weten: wat wil je? Wat vind je belangrijk in het leven? Ja. En het zijn gewoon een paar thema's. Nou, gezin dat heb ik ook. Vind ik gezin super belangrijk. Mijn vrienden vind ik super belangrijk. Sport, nou, dat zijn dat gewoon die thema's die voor jezelf belangrijk zijn. Die moet je op je netvlies hebben. Ja. En daar heb je af en toe wel een reflectie voor nodig. Met. Dat vind ik. Oh, je hebt het over het lummelen het, uh, uit het raam staren. Dan, of, ik heb, als je de rust neemt, dan pas ga je bedenken: oh ja, wat is nou ook weer echt belangrijk? Oh ja, dit. Of dan dat, dat dwaal je vanzelf ja, af. Dat... Die triviale dingen, die, die laat je dan toch al wel los. Ja. Maar ik ben het met je eens. Ik vind het ook lastig hoor. Ik bedoel... Ik ben nou helemaal niet heilig. En lijkt dat helemaal niet... Uh, dat is niet zo. Hm. Dit is ja. Het is ook lastig. Uh, het is ook... Uh, focus is ook niet altijd leuk. Focus is ook saai. Ja, maar, verschrikkelijk. Saai, maar het is ja. wel power. Het is wel kracht. Ja, dus als je echt krachtige dingen wilt doen... Um, je moet er sowieso achter komen... Waar je focus op wil liggen natuurlijk. Nou, volgens ja. mij is dat ook voornamelijk veel doen. Op je bek gaan en weer opstaan. Ja. Dus dan spreek ik uit eigen <laughs> ervaring. Uh, Daar kun, dat kun je niet in één keer achter komen. <coughs> De illusie is... Die moet je denk ik niet koesteren dat je dat in één keer 1, 2, 3 gaat vinden. Net zoals je niet overal goed in kan zijn. Nee. Uitvinden. En um, nou ja, je hebt een aantal mooie, mooie haakjes uh, en uh, goede tips. Heel praktisch ook, vind ik. Leuk. En uh, die delen we via deze podcast. Um, voor de liefhebbers, focus aan, uit. Dicht de vier concentratielekken en krijg meer gedaan in een wereld vol afleiding. Nog één keer de vier concentratielekken. Te weinig prikkeling, te veel interne prikkels. Te weinig brandstof. Te veel externe prikkels. Oké. Okay. Staat genoteerd. Cool. Uh, aanrader. Het boek. Mark Tichelaar. Dankjewel. Graag gedaan. Leuk. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive podcast Mark Tuitendt. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Dan ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media-kanalen. Markt uit het. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag gedreven verder zou ik zeggen. En tot de volgende Drive-podcast.